Dat noemen ze een splishoorn. Een splishoorn werd gebruikt om koorden in elkaar te vlechten of het uiteinde een lus aan te maken en dat weer gebruikt. Ik kon een ander draadje vallen. Ze staken dat dan zo erin. Dat werd zo gebruikt. Nu is dat een fijn touwtje, maar als dat dezelfde dikte van dat is, is dat niet zo makkelijk. Hè? Moet in de micro springen. De bonjour, micro. Bonjour, micro. Waar is de buis? Dag, micro. Tot de naaste keer.